kijken. Nou, wat vragen over gesso. Wanneer gebruik je nou gesso? Bijvoorbeeld, je wil op papier een gezicht tekenen, zoals Natanja trouwens. Tekenen, moet je dan eerst gesso erop doen voordat je bijvoorbeeld met verf, neercolor 2, etc. kleurt. Ze stelt nog een paar vragen, maar het zijn verschillende soorten vragen, dus ik ga die best op antwoorden. Nou, wanneer gebruik je nou gesso? Gesso is een primer. Over het algemeen is het een acryl, voor acryl bedoeld. Maar je hebt diverse soorten gesso's, of diverse soorten primers. Dus dat is, niet alle primers heten gesso. Lekker makkelijk, om het makkelijk te maken. Een primer is dus eigenlijk alleen maar als het nodig is om, om iets met je ondergrond te doen, zodat jouw materiaal waarmee je werkt beter pakt. Maar niet alles pakt beter op gesso. Wat ik zei, gesso is over het algemeen voor acrylverf bedoeld. Dus acrylverf pakt goed beter op gesso. Maar je hebt ook waterverf. Waterverf pakt niet op gesso. Gesso stoot de waterverf af. Stoot inkt op waterbasis af. Behalve acrylinkt. Maar overige inkten. Zoals dilutions, Lindy stempgang. Al dat soort sprays. En inkten. Dus wat krijg je dan? Moet ik even iets opzoeken. Nou, ik heb hier een... oudje. Meteen de eerste. Zie je het eigenlijk al goed op. Die bakst. Ik heb hier met gesso baksteentjes door een gestensel baksteentjesstensel gemaakt. Dus met een paletmes waarschijnlijk. Dan weet ik niet meer hoe ik dat precies gedaan heb. We hebben met dilutions op gespreid. En wat je ziet is dat de gesso het afstoot. En dat doet het ook bij neocolors. Nou, dus dat is één ding. Op papier hoef je niet altijd gesso te doen om gewoon met acrylverf te gaan werken. Meestal pakt het gewoon. Maar het voelt anders. Ja, en dat is toch een beetje uitproberen wat jij fijner vindt. Er zit verschil tussen, als je kijkt naar de kwaliteit van de gesso. Bijvoorbeeld die van de Action. Dat is een prima standaard gesso, maar hij is heel glad. Dat kan zijn voordelen hebben en zijn nadelen hebben. Dat betekent dat omdat hij glad is, dat je makkelijker de dingen overheen kan bewegen. Dus ik gebruik het soms juist wel als ik neocolor of intense wil gebruiken. Omdat ik dan langer de tijd heb om met die kleurtjes te werken. Want dan kan ik het nog bewegen. En als het echt mislukt, kan ik gewoon een vochtig doekje pakken en dan haal je het zo weer weg. Dat is voor de. Dat is dus, maar dat is niet als je er met acrylverf op gaat werken. Dan pak je het gewoon op. Maar het is niet altijd nodig. Als ik gewoon in mijn journal werk, doe ik er meestal geen gesso onder. Tenzij. Stel ik heb een achtergrond en ik wil daar. En hij is heel druk. En ik wil daar een gezicht op kleuren of iets anders. Maar ik wil niet te veel van die achtergrond erdoor hebben. Of niet te veel laagjes acrylverf te moeten doen om het dekkend te maken. Dan doe ik er eerst een laagje gesso onder. Alleen daar waar het gezicht komt. Ik geloof dat ik het nou al gezegd heb. Ja, met gesso kan je dus ook grappige effecten, zoals dan met die steentjes die ik net had liet zien, doen. Je kan ook, als je met een wateroplosbare product werkt, zoals neocolor, je gaat er iets mee inkleuren. En je gaat er overheen met de gesso. Overheen, niet onder, overheen. Dan reageert die gesso, reageert nog met de inkt. Dus ofwel de neocolor 2 of de dilutions. Dat reageert dan nog mee. Dus dat krijgt de kleur van de kleur die eronder zit. Daar krijg je ook weer hele leuke effecten mee maken. Dan krijg je een soort pastelkleur. Even kijken. Ik heb gesso eronder gedaan en Americana erop. Nu voelt het ruw en krijtachtig aan. Nou, ik heb deze vraag ook al meteen beantwoord, maar ik denk dat meerdere dat wel interessant vinden. Americana is een acrylverf.
Ja, je hebt er veel meerdere van hoor. Even kijken, heb ik ook de Dazzling. Dazzling Metallics. Oh, die heb ik hier niet staan. Oh, ja, deze al. Zijn ook mooi. Met een metallic kleurtje erin. De Americana, dit is een andere serie. Americana die droogt. Ik ben een beetje warrig. De Americana die droogt mat op. Niet zo mat als de Fresco Finish van Paper Artsy. En minder kalkachtig zelfs. Maar ik kan me voorstellen als je gladde acrylverf gewend bent. Dat je denkt van, hé, wat droogt die mat op? Ja, dat is ook precies wat de Americana doet. Dus dat heeft helemaal niks. Staat helemaal los van de gesso die erom gedaan is. Ik vind dat super fijn, want dan kan ik erop tekenen. Op matte verf kan je tekenen en dan kan je het uitgummen zonder dat het een grijs kliedeboel wordt. De meeste acrylverven zijn glad. Of nou ja, veel. Je ziet er wel steeds meer die mat zijn trouwens. En daar kan je dus niet op tekenen. Maar met de gladde acrylverf op de matte geeft wel een heel erg leuk effect. En nou zie ik dat ik tussen mijn journals niet degene heb gepakt waar ik dat kan laten zien. Ik ben zo terug. Ik ga eventjes kijken of ik die journal kan vinden zodat ik het zo kan laten zien. Die journal die ligt thuis, niet hier. Dus daar. Stel me een vraag of maak een uitdaging voor me waarin ik dat kan laten zien als je dat heel erg interessant vindt. Advies. Ze vraagt van. Ze zegt ja, ik wil eigenlijk liever glanzen dan heel verf. Wat raad je aan? Ik heb daar niet zo heel veel ervaring mee. Want zoals ik zei, ik werk het liefste met de matte acrylverf. Zelf gebruik ik dan als ik dat contrast wil hebben van mat en glanzend. Liever de fluids. Je hebt wat dikkere acrylverf zoals aan Amsterdam. Dus een goede kwaliteit. Ik werk er niet zoveel mee, dus ik kan er niet zo heel veel over zeggen, maar dat is wel wat er gezegd wordt. Galleria is ook een goede tussenkwaliteit. Niet al te duur, maar wel een goede prijs-kwaliteit verhouding. Dus net als de Amsterdam standaard. Dus er wordt gezegd, ik werk er dus niet veel mee. Als ik het combineer met glanzend erop, maar dan is het voornamelijk mat met een beetje glanzend, dan gebruik ik de Golden. En de Golden Fluids, of ik weet niet meer wat voor merk het is, maar een ander merk wat ook door de airbrush kan. Er zijn verschillende verfjes die door de airbrush heen kunnen. Die zijn heel dun, maar wel glanzend. En van Deco Art, zelfde merk als deze potjes, heb je ook de media. Toevallig een grijze kleur staan. Media Fluid Acrylics. Het lijkt een heel klein potje. Maar ten opzichte van de andere fluids is die een stukje goedkoper. Dus dat is een beter instapmodel. Je hebt hier maar een heel klein beetje van nodig, omdat van die fluids heb je maar een beetje nodig omdat de pigment daar ook vrij sterk van is. Dus wil je echt voornamelijk met glad schilderen, misschien dat Marleen van Nieuw. Oh jeetje, ik ga niet de achternaam zetten, want ik ga het fout zeggen. Marleen, ik zet het zo wel even onder wie je daar misschien wat meer over advies over kan. Ik moet het even goed opzoeken. Maar er zijn artiesten die daar beter advies over kunnen geven als ik. Want daar doe ik gewoon te weinig mee. Even kijken. Dat was over gesso met acrylverf. Andine vraagt over de kleergesso. Wanneer gebruik je nu kleergesso? Eerst even wat over kleergesso. Je hebt kleergesso die kleergesso heet. Er zijn verschillende merken van. Kleergesso is trouwens een primer die doorzichtig opdroogt. Nou, ik heb hem van Winsor & Newton geprobeerd. Die vond ik redelijk fijn. Wat minder makkelijk aan te komen hier. Dus daar ben ik vanaf gestapt. Ik heb die van Finneberg geprobeerd. Dat was echt. Nou, daar zat ik spijt van. Voor hetgene wat ik doe.
Nou kan ik me voorstellen dat, aangezien het van Finnenberg is, dat het voor het gebruik van 3D-MM en sprays dat het perfect werkt. Weet ik niet, maar dat kan ik me zo voorstellen. Dus voor het soort projecten wat je met Finnenberg producten maakt, lijkt het me logisch dat dat wel werkt. Maar voor hetgene wat ik doe, werkt het niet. De Liquitex heb ik gehoord van mensen die ik vertrouw, dat dat een hele goede flexibele kleergesso is. Dat je daar zowel met acrylverf goed op kan, maar ook met potloden. Want sommige kleergessos zijn te glad en dan heb je er gewoon niks mee met potloden. Ik denk dat dat ook een probleem was met de Finnenberg. Maar wanneer gebruik je nou kleergesso? Nou, kleergesso, dat doe je, is een doorzichtige primer. Die kan je dus gebruiken als je al een ondergrond hebt wat je wil vastzetten. Waarvan je niet wil dat er datgene wat je materiaal die erop komt, dat daarmee gaat reageren of dat het erin trekt. Sorry, ik heb een kriebel in mijn neus, joh. Wanneer gebruik je ook kleergesso? Nou, ik. Stel, je bent aan het kleuren en waarvoor ik kleergesso gebruik, heel veel, is als ik ergens overheen wil schilderen of theekleuren en het pakt niet meer goed. Dus het zit vol of zo, hè? De kleur pakt niet meer. Dan doe ik een laagje kleergesso erover. En dan kan ik weer verder. Dan kan ik weer gewoon weer opnieuw met de laagjes weer eroverheen. Nou, dat heb ik bij een aantal bloemen dat ik dat ook gedaan. Want die kregen niet de goede lichtkleur. Het bleef te donker. Nou, dan heb ik er nog een laagje kleergesso onder gedaan. Terugzetten. Nou zeg ik wel kleergesso. Maar ik gebruik daarvoor zeker voor wat werk wat niet in mijn journal, maar schilderijen en zo, gebruik ik het liefst de Golden van Golden producten. Nou heb ik die ook weer thuis liggen, lekker handig. Ik doe zo een fotootje ertussen door knippen en dan kan je zien hoe dat de potje eruit ziet. Dat is dus, je kan het ook voor acrylverf gebruiken trouwens, maar wat maakt het nou zo'n goed product is dat je het dus met potlood en met pastel, soft pastel, oliepastel, er heel goed overheen kan. Veel beter dan de gemiddelde kleergesso. En het komt in geconcentreerde vorm, dus je kan zelf naar wens water toevoegen. Nou, dat kan bijvoorbeeld die van Liquitex is direct klaar, dus dat is lekker makkelijk. Dus dat is ook prima. Maar deze pot is op zich lijkt duur. Maar je doet er heel lang mee, omdat je het dus nog moet aanlengen met water. En je kan het zelf regelen hoeveel korkjes je erin wil hebben. Dus hoe meer grip, des te minder water je erin doet. Ja, die gebruik ik heel graag.